I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Welkom allemaal, jullie luisteren weer naar Dutch Generation X. Het enige wat ik beste Nederlandstalige wiskanaal op YouTube. Ik ben Brian en ik ben weer terug met mijn WCW-avontuur. En ik ga weer verder met The Great American Bash 1996. Zoals altijd ga ik eerst even het opbouw bespreken wat richting deze pay-per-view was. De main storyline voor The Great American Bash is eigenlijk geen match, maar een angle. En hiermee bedoel ik dus de opkomst van de outsiders. Scott Hall en Kevin Nash. Heel belangrijk moment. Dit voor heel het geschiedenis van wrestling. Tijdens de Nitro aflevering van 27 mei 1996 kwam opeens Scott Hall, dat in datzelfde jaar nog bekend was als Razor Ramon, tijdens een match via de crowd lopen. Hij ging over de guardrail, hij pakte de mic en de match werd gewoon ook abrupt geëindigd. Want iemand van Up North stond in de ring. Gelukkig geen security bullshit of iets. Gewoon heel simpel. Scott Hall zegt een paar iconische zinnen. You know who I am, but you don't know why I'm here. You wanna go to war? You're gonna get one. Fantastisch. Later, die aflevering, daagt hij Bischoff uit om 3 WCW superstars te kiezen voor een match. We are taking over. Nou, de Nitro daarna was Scott Hall heel even kort nog in de laatste minuten van Nitro. We are going to finish the war. Toen kwam Sting ertussenin. En hij daagde Scott Hall uit voor een one-on-one match. Chico, nobody tells me what to do. Hij gooit zijn tandenstoker naar Sting toe. Sting deelt een slap uit. Scott Hall die dan zegt dat hij een big, big surprise heeft voor volgende week. Dus de week daarna, weer in de laatste minuten van Nitro, kwam Scott Hall. Bischoff vroeg waar dus zijn big surprise was. En die stond achter hem, genaamd Kevin Nash. Maand ervoor nog bekend als Diesel. So, this is where the big boys play, huh? Look at the adjective. Play. We ain't here to play. Ze zouden dus komen opdagen tijdens de Great American Bash. En dat ga ik nu even bespreken. En ga ik daarna gewoon verder met de matches bezig. Hall en Nash wilden dus 3 WCW superstars uitdagen. Maar ze hadden nog zelf geen derde persoon. Bischoff wilde zijn namen geven, maar hij wilde weten eerst wie die derde persoon was en of ze voor de WWF werkte. Wilde geen antwoord geven. En Bischoff die zou dus de namen bekend maken op Nitro. Hall en Nash waren hier niet blij mee. Vielen Bischoff aan. Nash tilde hem op en deed een jackknife powerbomb van de stage af. Werd goed gezeld door de commentators. Bischoff werd weggetild met een brancard. Dus ook weer een historisch moment dit voor WCW. En eigenlijk gewoon de business geheel. Scott Hall's debut is historisch. Nash's debut ook. Deze angle op Great American Bash is ook historisch. En dan heb ik nog niet eens over de third man. Hall en Nash waren net klaar met het WWF. Dit is de eerste keer dat echt met heel veel aandacht een overstap wordt gezien als een invasion. In plaats van een nieuwe naam of een nieuwe character. Gewoon echt een invasion. Vandaar ook de naam Outsiders. In een tijd waar kayfabe nog sterk was. Waar dirt sheets bestonden. Maar ook nog niet heel veel macht hadden. Werden Hall en Nash neergezet als twee WWF guys. Die WCW gingen invaden. Het was goed uitgevoerd. En ze hadden eigenlijk maar twee namen nodig. Voor een invasion in plaats van een heel roster. Dan, nu dus de pay-per-view en even de matches. De Great American Bash vond plaats dit jaar in Baltimore, Maryland. En had 170.000 pay-per-view buys.
De pay-per-view begon met een tag team match tussen de Steiner Brothers en Fire and Ice. Ze hadden al een match op Nitro een paar weken terug, maar dat eindigde in een double countout. Was wel een leuke match verder, dus je kunt hem best kijken. Maar dit was dus een tweede match en het was nog een stukje beter ook nog. Veel suplexes, een powerbomb, Frankensteiner, etc. Gewoon hasses tegen elkaar. Was leuk. Steiners wonnen. Dus een prima opener. De tweede match was voor de WCW United States title. Champion was Conan. Hij verdedigde tegen El Gato. Beetje een random opponent. Conan was ook de laatste tijd weinig op Nitro te zien. Match was wel oké, maar dit was niet echt goed. Conan wint in een verder geen bijzondere matchup. Nou, dan de derde match was Diamond Dallas Page tegen Marcus Alexander Bagwell. Dit is voor DDP's ring die hij won tijdens Battle Ball, de pay-per-view hiervoor. Verder heb ik niet meegekregen waarom Bagwell hem uitdaagde. Match was wel leuk verder, DDP won. DDP won ook vaak op Nitro. En heeft wel wat momentum achter zich op dit moment, dus dat is wel leuk om te zien. En dan gaan we door naar de vierde match. En dat is wel een match waar ik echt heel lang naar uitkeek. Dean Malenko tegen Rey Mysterio Jr. voor de Cruiserweight title. Dit was Rey Mysterio's eerste match in WCW. En tevens ook gelijk de showstealer. Eindelijk echt een Cruiserweight match. Malenko retainen wel zijn title, maar match is echt waard om te zien. Dus kijk het vooral. Zoals altijd wordt dan de Cruiserweight title match vervolgd met een shitty WCW match. Dit keer Big Baba tegen John Tenta. Er zit wel een storyline achter. John Tenta was eerst de Shark in de Dungeon of Doom. Hij had schijnbaar afstand genomen van de dungeon om kans te maken op de Giant om hem uit te dagen voor de World Title. De Giant versloeg de Shark en de Dungeon of Doom had een nieuwe member, Big Baba. Omdat Shark dus wegliep van hun, vielen ze hem aan. En Baba knipte zijn haar af en scheerde vervolgens de helft van zijn hoofd. Shark de week daarna had dus een interview met Mean Gene. Hij liet ons weten dat hij geen vis is, maar een mens. En hij heet John Tenta. Hij schaamt zich voor wat Baba gedaan heeft tegen hem. En hij heeft zijn kapsel dus ook zo gehouden. Dus een halve kapsel, half kaal en half lang haar. Zodat hij zich telkens zich kan aan laten herinneren wat Baba gedaan heeft. En zo wraak kan nemen op Baba. Wat dat betreft is deze storyline wel leuk gedaan. Het is best simpel. Maar wel effectief voor Tenta als babyface. Match was helaas niet goed. Tenta won wel. En na de match knipte hij een stuk van Baba's baard af. Nou, match 6 dus. Was wel weer een goede match. Dit was een false count anywhere match tussen Chris Benoit en de Taskmaster. Volgens mij echt de eerste keer dat ze echt bij een match backstage gingen en zo en door de arena heen. Ik kan me echt niet echt herinneren dat het eerder gebeurd was. Dat was echt een lekkere brawl, moet ik zeggen. Begon gelijk door de crowd heen. En ze kwamen in het toilet terecht. Commentary van Dusty Rhodes was echt geweldig hierbij. Hilarisch. Echt van gelachen van hem. Zou je echt moeten zien. Er werd van alles gebruikt in het toilet. Er stonden fans bij. Ze stonden mee te juichen. Dusty Rhodes ging gewoon stuk. Dit was echt fantastisch om te zien. En zodra ze daar eigenlijk klaar waren, gingen ze weer terug naar de ring toe. Pakte Benoit één table en deed een superplex van die table af. Was een coole spot, maar helaas ook het einde van de match. En was verder wel awesome en grappig om te zien. Ik heb geen moment verveeld van de match, maar het was niet echt zo over de top. Was het ook weer niet. Benoit won. Na lange tijd ruzie te hebben met Sullivan. Sullivan en Arn waren eerst business partners. Maar de rest van de Horsemen hadden problemen met Sullivan. Pillman is weggelopen van hem. En Benoit wilde hij ook wegjagen. Alleen Benoit won dit keer. En Arn kwam dus de ring in. En turde op Sullivan. Geen alliance meer tussen de Dungeon en de Horsemen.
De crowd reageerde hier ook fantastisch op met Arn zijn turn. In zijn geheel was het gewoon echt gewoon leuk om te zien. Leuke match, leuke engelaar. En de storyline is nog niet eens afgelopen, dus dat wordt gewoon ook weer leuk om te zien. Gaan we door naar match 7. Steven Regal tegen Sting was dit. Geen lange storyline of zo. Ergens op een main event aflevering was er een akkefietje tussen deze twee. Hierdoor kreeg Regal een fine van WCW. Ja, omdat Regal dus gewoon een rich snap is, betaalde hij dus de fine. Ook nog eens het dubbele van het bedrag. En had hiermee een credit. Schijnbaar. En nu moest WCW naar hem luisteren. Hij wilde Sting hebben. En hij wilde Sting op zijn best hebben. Korte opbouw, maar het was wel gewoon leuk. Was ook weer een goede match voor deze pay-per-view. Niet echt uitstekend of zo, maar wel gewoon goede match. Sting won na een Scorpion Deathlock. En verder was ook niet echt opmerkelijks gebeurd tijdens of na de match. Dus dan ga ik door. Match 8 is een tag team match. Ric Flair en Arn Anderson tegen Steve McMichael en Kevin Green. Twee horsemen en twee NFL voetbalplayers. En het was gewoon echt gewoon goed. Echt gewoon een goede match. Opbouw was ook leuk. Flair en Arn wilden hun one-uppen door Bobby Heenan als manager te nemen. Maar Heenan was trouw aan het feit dat hij gestopt was als manager. En had daar geen behoefte aan. Dus hij zei nee. Maar Heenan vertelde wel dat hij vroeger coach was. En dat hij dus die twee voetbalplayers een keertje zal laten zien wat coaching is. Nou, dit was dus wel leuk gedaan met Heenan. Hij is niet de manager, maar de coach van Ric Flair en Arn Anderson. Nou, McMichael en Green hadden hier een antwoord op, genaamd Randy Savage. Randy Savage mocht niet meer competen in WCW vanwege zijn onstabiliteit met zijn geschiedenis met Ric Flair. Maar in zijn contract stond niks over dat hij geen manager mocht zijn. Dus zo werd hij manager van McMichael en Green. En zo werd deze match wel leuk opgebouwd, moet ik zeggen. Ja, dat Flair en Arn twee voetbalplayers als sterren kunnen laten overkomen in de ring is geen verrassing natuurlijk. De match was goed uitgevoerd door alle vier, moet ik zeggen. Zelfs Kevin Green deed het ook best goed. Er zat een cool moment tussen in de match waar ze allebei een figure four op Ric Flair en Arn hadden gedaan. Was leuk gedaan. De vrouwen ringside hadden ook even ruzie opeens. Dit waren Deborah McMichael en Tara Green. Ze jaagden Woman en Elizabeth jaagden ze weg. McMichael kreeg een low blow. Green deed de hot tag. Maar die werd daarna gestopt. Flair werkte de knie van Kevin Green. En deed vervolgens een figure four leg lock op hem. Savage werd gestopt door Chris Benoit. Debra kwam terug. Maar zonder Terror. Ze kwam met Elizabeth en Woman naar de ring. Ook in een dress. Had een briefcase mee met geld. Sluit het aan McMichael zien. Dit terwijl Kevin Green zat te smeken om hulp. Smeken om een tag. McMichael zag het geld. Hij wist genoeg. Pakte de briefcase. Sloeg Kevin Green ermee. Flair pint Kevin Green. En zo wonnen de Horsemen deze tagmatch. McMichael deed een Horseman shirt aan. En joint ze dus. Leuke angle moet ik zeggen, leuke turn, leuk moment. Ik heb niks te klagen betreft deze match en de turn. Het was duidelijk dat McMichael zal blijven in WCW. Kevin Green was nog actief als voetbalplayer, dus hij zou weer afwezig zijn. Dus in zijn geheel leuk gedaan, leuke match, goede match, leuke turn. En ja, geen moment verveeld. Dan nu dus de main event voor de WCW World Heavyweight Title. De Giant verdedigt tegen Lex Luger. Dit zou eerst DDP zijn als challenger met zijn Battle Ball win. Maar ze verzonnen een of andere smoes om DDP uit de match te halen. Want ja, zo over was hij nog niet als singles talent. Ik snap het wel, maar het blijft bullshit. Luger werd ook heel random als vervanger announced. Dus ja, dat was wel jammer. Zit wel history tussen de Giant en Luger, dat wel. En de storyline naar de pay-per-view was ook wel weer prima.
Maar de match was helaas niet goed. Ook geen verrassing. Match had wel, ja, op zich wel een big fight feel, maar dat was ook het enige opmerkelijke positieve aan deze match. Het einde was dat de Giant ging voor een corner splash, maar Luger ontwook. De Giant lag dus op een turnbuckle. Luger pakte hem zo op voor de torture rack. Maar ja, de Giant was zwaar. Luger zakte door zijn rug. Giant stond op, deed een chokeslam en won zo de match. Ja, ik had deze pay-per-view eigenlijk een 7,5 gegeven. Maar omdat de main event een beetje tegenviel, geef ik dit een 7,25. Blijft wel een goede pay-per-view. Dat wel even kort samengevat. Veel goede matches of leuke matches gehad. En twee mindere matches. Opener was goed. Cruiserweight title was top. Benoit Sullivan was goed. Sting Regal was goed. De tag match was goed. De angle met Bischoff, Hall en Nash was goed gedaan. Main event is jammer, maar ja, dat maakt niet echt uit. Ik kijk nog steeds gewoon uit echt naar de volgende pay-per-view, want de third man zal bekend gemaakt worden. Wie dat is, horen jullie in het volgende filmpje. Dus ik zie jullie daar. Toodaloo.